Ja, ik heb nu een week meegetraind met de voorbereiding en het bevalt me allemaal prima. En vandaag natuurlijk de eerste officiële minuten gaan maken en ja, ben heel tevreden hoe het is gegaan. Ja, kan je eens vertellen, waar zitten nou de grootste verschillen in tussen Fortuna en Ajax? Ja, natuurlijk op wat je beschikbaar hebt op de club, natuurlijk is dat veel verschil. En ja, de intensiteit op trainingen ligt wel wat hoger, ja. Voelt het gelijk lekker om in het Ajax-shirt te spelen? Ik zag je alweer een afstandsschot proberen, die we kennen eigenlijk van Fortuna. Je voelt je volgens mij wel weer als een vis in het water, hè? Ja, klopt. Ik ben heel goed opgevangen door de club en de spelers en trainerstaf. En ja, zoals ik al zei, bevalt me gewoon prima. Ik woon hier in Amsterdam en met mijn vriendin samen dat ook heel goed bevalt. En ik heb het gewoon heel erg naar mijn zin en dat kan ik op het veld laten terugzien. Waarin verschilt Amsterdam met Sittard? Nou, dat heeft heel veel grote verschil. Dus hier inderdaad wat drukker met rijden wel. En ja, je hebt veel meer te doen dan in Sittard. Maar ik zal nog wel vaker teruggaan naar Sittard, dat wel. Ben je tevreden vandaag over de wedstrijd? Lekker gevoel aan overgehouden? Ja, ik ben over mezelf wel tevreden, ja. En ja, zoals deze wedstrijden moet je gewoon winnen tegen zo'n tegenstander. Maar dus vooral voorbereiden op voorrond van de Champions League. Ja, want tegen Sturmgras over een paar weken, dat is wel even wat anders dan natuurlijk de wedstrijden in de Jupiler League. Zijn jullie de favoriet eigenlijk? Ja, natuurlijk. Ik denk dat wij wel de favoriet zijn. Dat moeten we gewoon weten. En we moeten ook gewoon die wedstrijden moeten we gewoon winnen. En daar moeten we gewoon voor gaan. Hoe groot acht jij de kans in dat Ajax de groepsfase gaat halen? Ja, zoals ik al zeg, we moeten gewoon een hele goede voorbereiding draaien. En vandaar proberen die voorrondes over te staan. Tuurlijk, maar ja, alle Nederlanders hopen natuurlijk dat het misschien wel weer gaat gebeuren. Twee Nederlandse ploegen in de groepsfase van de Champions League. Denk jij dat het kan? Ja, tuurlijk. Wij als Ajax moeten dat gewoon horen daar thuis. En ja, daar moeten we gewoon voor gaan. Het is mooi om te horen. En kan je vertellen, hoe gaat die voorbereiding van Ajax er verder uitzien? Ja, wij vertrekken maandag naar Duitsland. En ja, daar hebben we gewoon een trainingsstage. En dan zijn we 3 weken in Nederland. En dan gaan we naar Engeland. En dan moeten we er klaar voor zijn. Er klaar voor zijn om daar Sturmgras op te rollen. Moeten we zeker gaan doen, ja. Dat gaat lukken, hè? Daar ga ik zeker vanuit, daar heb ik alle vertrouwen in. Dankjewel, Per.